Ik wil een beetje vertellen wat die dag gedaan hebben. Ja. Ach, zo bij Burger. Ik ben met Proviski, met Bart. Ik ben Snoe. Er staan drie flessen voor ons, maar dit is geen review. Nee, dat is maar dit is wel een hint waar het over gaat. Waar we het over gaan hebben. Glas. Ja. Nee. Nee, we zijn een tijdje terug bij Zuidam geweest op bezoek. Ja. Bij Zuidam kan je een rondleiding reserveren. En uiteindelijk hebben we voor elkaar gekregen om een datum te prikken met een aantal mensen. Maar in de loop van de tijd werd het aantal mensen een stuk kleiner. Uiteindelijk bleven we 4 man over. En de datum bleef ook staan, want de eerste datum en tijd dat we uitgekozen hadden, die werd geannuleerd. En toen bleef er eentje over. Tadaa. Ja. Ja, dan gaat hij slapen daar. Geen idee waar we gaan. Shit, regen. Ja. Nou, uiteindelijk 4 man bleven over van de groep. Ja. Datum kunnen prikken. Ook een lange tijd ook een tijd afgesproken hoe laat we zouden vertrekken. En ondanks dat we een redelijke marge hadden ingecalculeerd. Bleek het toch te weinig te zijn. Ja, dat heb je als mensen in één keer een rem op de autoweg en dan wel 6 of 7 achterop klappen. Ja. Wij zaten gelukkig niet bij de 6 of 7 die achterop klappen, maar er zat nog 2 auto's tussen. Ja, zoiets. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik vooraan in een file heb gestaan. Ja. We werden wel meteen geëntertained, want de mensen die vooraan staan, waren enigszins geïrriteerd met elkaar. Ja. Ja. Toen we bijna door mochten rijden, toen ging in één keer een brancard. Niet richting ongeluk, maar de file in. Ja. Bleek in mevrouw, de bevalling was op gang gekomen. Ja. Dus ja, uiteindelijk kwamen we in Baden-Nassau. Ja, bij Zuidam, de stil is terecht. Ietsjes later als gepland, want we hadden iets van tevoren gepland, wat niet door kon gaan. Nee, goed, maar we waren op tijd. Ja, we stonden even buiten te wachten tot we naar binnen konden en schijnbaar stonden zodanig opgesteld dat de mensen dachten dat we daar werkten. Maar we hadden ons een paar keer gevraagd waar ze mochten parkeren en waar het wel laat was. Ja. Ik ben wel zo vriendelijk geweest om de iets oudere dame richting het toilet te assisteren. Ook dat. Tot aan de deur. Tot, niet, ja. En niet verder. Zo ik ben er niet bij geweest, ik weet niet. Ja. Ja. Dus. Ja, maar het mooie is, we stonden even buiten te wachten en omdat ik de dame op leeftijd even richting het toilet moest helpen, mocht ik de hoek om en waren ze een aantal vaten aan het testen die hadden, dat ze ingeslagen hadden, wat de Oloroso sherry vaten, ja, volgens mij wel. Of de PX sherry vaten waren het. En die waren ze aan het testen, kijken of ze ja, lekvrij waren. Dus ze rook heel lekker om de hoek. Dat was ook één vat die niet lekvrij was. Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, uiteindelijk nadat we ons hadden geregistreerd, onze inschrijving hadden bevestigd en betaald hadden, kregen we een introductie van Patrick, de master distiller van Zuidam. En volgens mij ook eigenaar, want die heeft de zaak overgenomen van zijn vader. Hij had ons even een tussen haakjes korte introductie gegeven van de historie van Zuidam distillers en hoe het allemaal op gang is gekomen. Ja, ja. En net toen het begon te regenen, mochten we weer naar buiten richting Ketelhuis. Ja. Ja, we mochten dan over naar de stookruimte, dus waar de washtail en de spiritstail stonden. En ook een andere tweetal, viertal andere distilleerketels. Ja, kregen we ook best een uitleg van hoe Zuidam hun stookproces aanpakt, beheert en hoe ze het runnen. Zit er toch net wat andere dingetjes in ten opzichte van andere distillerijen? Ja. Ook leuk om te horen. Ja. Ga even geen geheim overklappen, want anders is er geen reden om de content te doen. Nee, ja. Maar ik vond het zo heel mooi opgezet. Heel strak ingericht, dat wel. De ketels vond ik wel heel mooi. Het mooie, grotere
coöperatieve ketels van Foresight. En daar was ook een paar grappige dingen over, bijvoorbeeld de feit dat de washtail en de spearstail allebei dezelfde hoogte hadden, wat eigenlijk niet standaard is. En ja. Foresight een beetje de wenkbrauw omhoog trok van toen hij gevraagd werd van maak het even hoog alsjeblieft. Ja. Was wel grappig. En we kregen ook wat te ruiken daar. Dat was een deel van de eigenlijk een van de middenlopen, het begin naloop was het daar. Dat heel vettige. Qua substantie. Heel vettige, olieachtige distillaat. Ook wel eens grappig om te ruiken, want het is een deel wat sommige distillateurs eigenlijk proberen te verbergen. Terwijl het heel nuttig kan zijn. En dan krijg je een wand met een aantal vaten. Een aantal vaten, ja. Ja. En daarna ga je het hoekje om en dan. Dan heb je een hele grote ruimte met heel veel wanden met vaten. Heb je de Jamin voor volwassen mensen? Ja. Sorry, Jamin. Dat rook je heel lekker daar. Ja. 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 Eenmaal binnen hebben we wel de mededeling gekregen van goh, gaat hier dadelijk een alarm piepen, dan moeten we heel snel door een deur heen. Anders wordt het ademen wat moeilijker. Ja, want gingen alle deuren dicht en een paar seconden na gingen de CO2-blussers aan en dan was het gewoon klaar. Ja. Dus met de brand, maar ook met degenen die nog achterbleven. Weet je, het hele leuke is, goed ontvangst, prijs technisch, weet je, je betaalt 2 tientjes voor een rondleiding met proefrij erna, daar betaal ik even over. Het is lekker casual, het is gewoon lekker los, een beetje plat. Dat kon ik wel waarderen, ja. Dus, gewoon normaal. Dus goed, ja, inderdaad, gewoon normaal. Ja, ik heb hem nog een keer. Ja, dus ik schenk wat in, zou ik zeggen. Sorry, Rick. Nee. Nee, dat doe jij. Ja, daar begin ik ook mee. De mensen kennen Zuidam misschien van Millstone. Mm-hmm. Millstone is dan de whisky wat Zuidam destilleert. Maar ze maken ook heel smaakje jenevers. Ja, en rum. Rum, ja. En nog wat likeuren. Dat doet nog, ja. Dus voor ieder wat wils. Nou, zoals wat Jeannot net zei, het was gewoon inderdaad losjes, casual, niet te veel poeha. Je kreeg wel gewoon de informatie wat je verwacht bij een rondleiding, maar niet te stijf. Nee, heerlijk. Ja. Ja, en ook en als er vragen waren, je kon ze gewoon stellen aan Patrick en je kreeg gewoon een normale antwoord. Ja, ja, ja. En ook een eerlijk antwoord. En als er ergens iets was waar hij geen antwoord wilde geven, zei hij dat er ook gewoon. Kijk, sommige dingen moeten inderdaad gewoon geheim blijven. Ja, en nadat ik een teleurstellend mededeling kreeg dat er een vat distillaat niet bij de rondleiding zat, zijn we naar de proeflocatie gegaan. Oh. Ik had al een vat uitgezocht, maar dat... helaas. Nee, helaas. Nee, en ik denk dat daar... Ik heb ze niet geteld, maar 50, 60 flessen stonden er sowieso. Ja, dat denk ik ook wel. En alles, dus waar je het net over had, de liqueuren, de jenevers, rum. De whiskies, alles. En dat vond ik ook wel heel leuk. Dat normaal bij een rondleiding hoort een proeverij uiteraard, een proefsessie. Maar dan krijg je gewoon 2, 3, misschien 4 dingen voor de neus gezet. Vooraf uitgekozen om te proeven. Nou, hier was het van, je hebt hier een glas. Dit hebben we. Wat wil je proeven? Dus je mocht gewoon zelf kiezen wat je wilde proeven. En dat vond ik op zich wel heel fijn, want niet iedereen vindt alles lekker. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen naar één bepaalde product toe willen. Een beetje op willen focussen. En dat komt dan. Ja, ik moet zeggen, ik ben een beetje bij de whisky blijven hangen. En met één rum, dat was het ook. Ja. Ik moet zeggen, die was trouwens heel erg goed bevallen. Dat was de rum op PX. De port. Ik heb de port. Ik had de rum op PX-water, de 6 jaar oude. Die was heel smakelijk. Heel smakelijk. Ik had ook een aantal jenevers geproefd. Ja. Maar dat vond ik ook heel lekker. Kijk, ik ben begonnen met hun rye. De rye 100. Ja. Die had gouden medaille gewonnen. Dan 2 jaar achter elkaar de beste rye whisky geworden. Ja. Dus het is eigenlijk de
iets voor, ja, sterke broer van deze. Dit is de 92 en dat was de 100 Dry Wat. Ja. Ja. Die is trouwens ook heel lekker. Hebben we het daar ook geproefd? Ja, nee, absoluut. Nee, absoluut. Maar ik vond de 100 proef... Lekkerder. Lekkerder. Ja. Ja. Kettles. Nee, ja. Nee, leuk. Maar ik had toen in mijn gedachten van, weet je, het is een proeverij. 3, misschien 4. Dus ik had de rye in mijn hoofd en daarna denk ik, ik kijk wel even wat ik ga pakken. Maar wat bleek nou? Je mag iets meer drinken, ja, zeg maar. Proeven, sorry. Proeven, ja. Dus als je aardig gevonden werd, mag je wat meer proeven. Ja, nee. Ja. Dus we hebben daar een hele sessie gedaan. De ene was lekkerder dan de ander. Ja. Bij mij was, en dat heb ik daar ook aangegeven, de Peated White Port was echt mijn favoriet van de dag. Ja. Van de whiskies in ieder geval. Wat bleek nou? Dat waren niet heel veel mensen die dat heel lekker vonden. Dus daar is nog van over. Ja. Heel verbaasd bij in, want ik vond hem ook heel lekker. Ik vond hem echt lekker. Kijk, ik heb hier de Peated PX staan. Die vond ik al lekker. Maar die ging nog een stapje eroverheen. Ja. Ja, absoluut. Ja, tijdens de proeven hadden we een leuke gesprek gehad met Patrick. Ja. Met de verhalen van vroeger, wat anekdotes van vroeger. Ja, en dan, we mochten niet overnachten, ook al hadden we dat graag willen. En ik bedoel dan ook daar overnachten. Nee. Nee, we kregen een subtiele hint van de betere wederhelft van Patrick dat het tijd was om te gaan. Yeah. If you know, you know. Hè? Ja, waarom zou je het beter hebben zijn? Ja, daarom. Nee. Ja, na een paar whisketjes, een paar jenevertjes en rummetjes hadden we wel honger. Benny had een mooi restaurant voor ons uitgekocht. Ja. Uitgekozen. Ja, nee, mee eens. Eterij Lambiek. Ja. Heel lekker gegeten, heel smakelijk gegeten, echt kwaliteit. Ja, goed ontvangst, leuke mensen. Ja, ook weer. Ik had wel een beetje mijn bedenking toen we naar binnen kwamen. Oh, dit is een beetje zo'n. Out of my league. Ik voel me een beetje uit mijn plaats eigenlijk. Het is een vrij nette locatie. Maar we hebben met de eigenaar gesproken. Ik denk dat de eigenaar of de manager is geweest. Leuke gast, gewoon ook weer lekker losjes, ook grappig gemaakt. En het eten was echt heel lekker. Nee, meens. Ja. Maar je kent ons, we zijn varkens, dus we hadden onderweg toch wel een beetje honger gekregen. Dan kreeg daar een Burger King. Ja, een toetje gepakt bij de Burger King. Nee, maar al met al, weet je, kun je een dag reserveren bij Zuidam, doe dat. Ik moet wel eerlijk zeggen, wij hadden de 3 uur, hè, hadden wij de rondleiding. Ja. Kun je hem eerder doen? Want dat vond ik het enigste jammer van de hele dag is, je kunt bij Zuidam zelf niks kopen. Ja. Ja. Er ligt wel een slijterij in de buurt die verkoopt dan volgens mij zo goed als alles wat zij destilleren. Tenminste, dat hadden we begrepen, ja. Dus als je een sessie eerder kunt doen en je kunt daarna nog even naar die slijterij en je gaat dan wat uiteten, ik denk dat dat een hele goede volgorde is. Ja. Kijk, wij hadden het ook gedaan, je kunt natuurlijk ook eerder vertrekken, maar ja, als mensen gaan bevallen op de autoweg en andere mensen gaan elkaar aanrijden, dan wordt dat moeilijk. Ja. Dus die hebben we gemist. Wat wil ik net nog zeggen? Leuk plaatje. Ja. Genoeg horeca. Ja, dat is eigenlijk van alles. Wij zijn bij iedereen Lambiek geweest. Of Lambek is het, hè? Of Lambiek. Wat jij wil. Maar we zijn die kant uit. We hebben de auto geparkeerd op de markt. Ik denk dat het de markt is. Mm. En, bij de Jumbo. Ja, maar we zijn dan vanuit daar gewoon richting iedereen gelopen, maar we kunnen van genoeg andere eten. Ja, van frituur tot steakhouse, tot restaurant, tot kroeg, tot wat je wil. Voor ieder wat wil. Ja, de moeite waard. Echt, sowieso, rondleiding Zuidam, 2 tientjes, geen geld. Echt. Hmm. Niet de prijs verhogen. Nee. Nee, dus aanrader. Ja. Wat hebben we nog op de planning staan? Misschien de 2-koppige Phoenix. Ja. Maar dat is op een zondag, dus dat wordt een beetje kritisch. Het is geen Formule 1, dus dat is niet de bepaalde nee, factor. Maar... Nee,
Het feit ook de dag na moeten werken wel. Nee. Ja. 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 Wat hebben we nog op de planning? Ja, dat is een goeie. Er staan veel, ja, staan een aantal dingen. Whisky festivals op de planning in principe. Ja. Maar dat is later op het jaar. Ja. Ja, ik kom er even niet op. Nou, we hebben een aantal dingen op een shortlist staan, maar we hebben nog geen datums geprikt. Dat is het, ja, dat is waar. Dat is ja. Nou. Ik ga deze op mijn gemak even opdrinken en meteen dat we af gaan sluiten met de... Met de PX. Ja, in ieder geval, Patrick, dankjewel voor de rondleiding. Ja. Ik vond hem leuk. En interessant. Zeker. En misschien tot de volgende keer. Ja. Bedankt. Gezondheid. Gezondheid. Blijf lekker.